Dames, heren, jongens, meisjes, welkom bij een goed nieuwe video. En vandaag, ja, ik moest dit doen, want dit was eigenlijk het oorspronkelijke idee. Alleen, toen ben ik dus heel erg afgeleid en daardoor zijn we nu hier. Zoals jullie weten, dit is trouwens het laatste van mijn trilogie. Ik wil een trilogie maken over Nick op Heide. Dit is het laatste van 3, 4, en hierna heb ik er wel genoeg aandacht gegeven. Behalve als hij op een gegeven moment besluit een soort van massamoord te gaan promoten en doen alsof het normaal is, dan ga ik er wel op in. Maar voor nu is het duidelijk inderdaad, dat alles wat ik over Nick heb gezegd is duidelijk. Hij heeft het offline gehaald, hij wil niet zijn excuses aangeboden. Mocht het wel zo zijn, dan zie ik het graag voorbij komen. We gaan kijken naar zijn aflevering van Steenrijk Straatarm. De link naar de hele aflevering staat in de beschrijving, zo kan je hem checken. Dus, SBS, ik weet niet wel wat dit is. Als je dit ziet, doe even, ik reageer erop, dat is helemaal leuk. Ik heb trouwens een Black Bananas pet opgedaan, zodat ik een beetje in kan leven in het niveau van Nick. Vind je het leuk, abonneer op mijn kanaal en vergeet zeker niet te abonneren, want we moeten nog 3000 abonnees voor de 700.000. En dan is het feest, dan gaat het dak eraf en kan de party starten. Dit is heel fout. Ik heb hier dus zakdoekjes liggen, maar mensen, dit is echt niet voor de verkeerde reden. Ik was gewoon verkouden en daardoor had ik zakdoekjes, maar er is echt geen enkele andere reden waarom ik dat hier heb liggen. Ik zweer het je. Ik moet zeggen dat de laatste Bastianalia aflevering, kom maar op mijn kool. We gaan kijken. Dit is het programma inderdaad. Ik heb het hier kort over gehad. Dat steenrijk en straatarm. En ik weet niet in welke categorie Nick valt. Haha, nee, het zal wel steenrijk zijn. Ongelooflijk, ik weet niet hoe dat kan, maar dat zien we zo wel. Maar dus dan worden twee mensen een week lang van leven gewist. Dan mogen ze uitgeven wat die andere anders uitgeven. Dus dan gaan hele arme mensen, of nou, niet hele arme mensen, maar wel gewoon mensen die het wat minder goed hebben op financieel gebied. Dus ze kunnen natuurlijk steeds hartstikke gezond en gelukkig zijn. Dan krijgen dan ineens heel veel geld, waardoor ze denken, oh, wat een fantastisch leven. Want ik wil altijd veel geld hebben. En dan een week later worden ze weer in de keiharde realiteit gestort. En is het nog veel erger dat ze weinig geld hebben wat ze nu gewend zijn. Voor een week om het wel te hebben. Dus eigenlijk is het heel fucked up. Want arme mensen, of niet zo rijke mensen, die krijgen zo van week lang heel veel geld en daarna niet meer. Dus het is eigenlijk heel verdrietig. Maar er doen toch mensen aan mee. Dus we gaan het zien. Ik weet trouwens dat er best wel veel mensen gevraagd zijn voor dit programma. Waaronder Alex, een YouTuber. Nou ja, die heeft gewoon wel natuurlijk wat centen. Want ja, hij maakt YouTube-video's. Maar hij is ook niet per se rijk. Maar ze willen hem dus als steenrijk inzetten. Dus de grens voor steenrijk is niet heel hoog. Aangezien ik ben bij hem thuis geweest. Hij woont denk ik op 8 vierkante meter. Nee, dat zijn 20 vierkante meter of zo. Ja, dan ben je dus een arm gezin en dan moet je daarheen, ja. Nou goed, prima. In Nederland zijn de verschillen tussen arm en rijk groot. De 10% die van een minimum moet leven, heeft nog geen 100 euro per week te besteden. En ze wilt heel graag een nieuwe schooltas. Ja, dat gaat niet nu. Terwijl de rijkste groep zonder problemen wekelijks 1500 of meer kan uitgeven. Zo. We hebben letterlijk in anderhalf jaar tijd hebben wij nog niet eens één keer die kookplaat aangezet. Ja. We zijn altijd aan het eten. Dus, ja. Ziek, Nick, ziek. Altijd eten. Dat is toch bizar? Wat een legend. Bizar is dit. Twee gezinnen gaan het onderzoeken. Bro, ze heeft een krokodil op de borst. Ja, nee, dan snap ik dat je geen cent te mak hebt. Dat ding dat eet natuurlijk alleen maar Wagyu beef. Het enige water wat ik drink is Spa Blauw. Het is ook echt zo'n clown. Gaat u weer zeggen dat water uit de kraan is weer ongezond, omdat een van de rabappie dat ooit vertelde. Het is wel echt ongelooflijk. Daarnaast is Spa Blauw niet te zuipen. Even Yuzu. Dit is echt heel veel. Oh, yes. Sven de Mooi. Bro, heeft een gat in zijn oor. In het pittoreske stadje Syria. Okay. Op het Griekse schiereiland. In Griekenland. Panessos, wonen Nick en zijn Griekse vriendin Zoe. Ik kom vaak hier in Griekenland. Ik vind het fijn hier om hier te werken. Zoe heeft natuurlijk ook haar familie hier. In Nederland is het natuurlijk niet altijd heel lekker weer. Dus... Nee, dat is waar. Dus dit is het familiehuis van Zoe. Dus daar heeft hij al niks mee te maken. Maar wat vind je het gaaf, hè? Kijk, er is natuurlijk niks mis mee. Maar het feit dat hij weer doet. Waarom staat hij in beeld? Waarom niet zij? Als in hij. Hij heeft hier niks met te maken. Het is niet zijn huis, het is niet zijn geld, het is helemaal niks. Naast genieten zijn deze jonge ondernemers ook heel goed in geld verdienen. Nee, dat is hij niet. Hij is heel goed in oplichten. Hallo, kunnen we het even bij de feit houden? SBS6 voice-over. Ik heb natuurlijk heel veel inkomstenbronnen. Ik heb zelf 4 bedrijven op dit moment. Ik heb zelf mijn eigen cryptobedrijf. Daarnaast ben ik DJ-artiest. Ben ik veel bezig met muziek. En heb ik een eigen gemberbedrijf. Waar ik gewoon gembersoortjes heb met verschillende smaken. Ja. En doe dat op de online markt. Maar wat is dan je vierde bedrijf? Je bent DJ-artiest? Of zijn dat twee bedrijven? Lijkt me niet. Dat is gewoon je muziekbedrijf. Dan heb je dus Proyal Scam BV. Is Proyal eigenlijk ingegeven bij de KVK? Proyal heeft ook een eenmanszaak. Een eenmanszaak. Dus mochten mensen hem straks aanklagen, dan moet hij alles gewoon privé terugbetalen. Echt. Het is zo dom. Het is echt. Het gaat deze keer niet daarover. Koen, hou je in. Maar ik kan het gewoon niet hebben. Ook Zoe zit ondertussen niet stil. Naast dat ik Nick dan help met bijvoorbeeld samenwerkingen regelen, heb ik zelf ook een eigen kledingwebshop. Daar doe ik ook eigenlijk alles zelf voor. Ik shoot zelf, dus ik sta zelf model. Nou, hartstikke knap. Het geld stroomt dus van alle kanten binnen. Het geld stroomt binnen, maar waar praten we over, man? Bro, het is een eenmanszaak. Nou is daar niks mis mee, maar als je geld binnenstroomt, dan heb je geen eenmanszaak. Ja, of je bent echt
echt... Ja, maar dat kan niet. Dat is echt onmogelijk. Dat is oprecht onmogelijk. In het Zuid-Hollandse Delft woont alleenstaande moeder Elise met haar kinderen Lina van 8 en Novel van 5, die vanwege hun ontwikkelingsachterstand niet meedoet aan de ruil. Ah, dat is zielig. Bro, ik vind het nu al top. Ondanks dat ik ze nog niet gesproken heb en dat ze dus een lege waan in de handen heeft. Ook Baart Agaan Ivy is lid van het gezin. Baart Agaan? Ik ben ook wel een beetje een Baart Agaan. Vinden jullie mensen? Ik ben een klein beetje een Baart Agaan. Als ze op 18-jarige leeftijd zwanger raakt van haar toenmalige partner, wordt ze zonder pardon op straat gezet en raakt ze dakloos. Wow, dat is zo zielig. Dat vind ik echt sneu, man. Pas na de bevalling van haar... Zijn nou een asbak? Je gaat me niet zeggen dat je aan het roken bent, hè, Elise? God, dat zou me echt vies tegenvallen zijn. Maar ook Nick heeft in zijn leven de nodige tegenslagen moeten verwerken. Oh, Nick heeft tegenslagen. In 2018 raakt hij betrokken bij een ernstig auto-ongeluk. Klopt. Ja, dat is natuurlijk een heftig ongeluk geweest. Er zat ook nog iemand naast mij. Ik moest uitwijken voor iets op de weg. En toen zijn we eigenlijk in de berg. Ik heb dus gehoord, en hier is ook een filmpje van, dat Nick zichzelf aan het filmen is. Dat hij echt helemaal bezopen is. En mensen zeiden dat hij gewoon dronken aan het rijden was. Dat hij helemaal niet hoefde uit te wijken, omdat hij gewoon bezopen was. Maar ik heb hier geen bewijs voor. Dus ik weet niet of dat waar is. Het had dodelijk kunnen zijn, alleen ik ben er echt heel goed van afgekomen. Dus je moet gewoon genieten van elk moment in het leven. Hij is er wel goed van afgekomen inderdaad, als je dit zo ziet. Dit ziet er niet lekker uit, die auto. Jij kijkt op tegen dieren. Dus ik hoop niet dat de ene van de hagedis dadelijk naast mijn bed staat, maar... Oh, hagedis. Nou, ik wil dat even goed uit. Het is geen hagedis, want het is een baardaap. Nee, eindig op baard. Het is een baard. Oh. Ze hebben een baard thuis. Zien, dan moeten we maar ons erop inzetten. Maar even serieus, hè. Als in, zij ziet eruit als een hartstikke enthousiaste, leuke chick. Hoe hou je het in godsnaam vol met zo'n scammer? Even Yusuf. Dames en heren, even goede zin ook van Nick, komt hij nu. Ook in zijn de verwachtingen hoog gespannen. En, ben je een beetje benieuwd voor gezin we terechtkomen? Ben je benieuwd wat voor gezin we terechtkomen? Nou, je komt niet terecht in een gezin, je komt terecht in een huis. Want het gezin, dat switcht juist. Sowieso is in een gezin terechtkomen is raar. Of je wordt geadopteerd, dat kan het. Maar anders is dat niet het juiste wat gaat gebeuren. Waar gaat de reis precies naartoe? Griekenland? Ga lekker. Wauw. Het is wel een mooi plekje ergens om dit even te filmen. Wauw. Midden op een landingsbaan op Schiphol. Te gek. Op 12 hoog, een flatje. Zou ik wel leuk vinden hoor. Zou ik best wel leuk vinden. Ach, hou je mond man. Hoezo? Wat? Flatjes vind ik niks. Wow. Waarom doet hij zo koude stoer? Bro, je ziet haar ook kijken. Je ziet dat chick ook kijken van... Bro, hou gewoon je bek. Wie ziet? Zou ik best wel leuk vinden. Ach, hou je mond, man. Hoezo? Flatjes vind ik niks. Chick, zie haar kijken. Oké, okay, what the fuck? Zo. Diepe zucht. Oh, nou... Bro, het is gewoon een prima huis. Het is echt, het is ook best wel groot. En kijk die grote baard. Kijk die baard. Niet normaal. Ja, dat is wel... Oh, een hagen... Oh! Wow, yo. Een hagedis of hoe, zo, wat hoe is dit? Hoe voorspelde jij dit? Ik zeg wel eerlijk. Oh my God. Eerlijk. Oh, dat ga ik niet, dat mag jij doen. Dat is eten voor dat beest. Oeh, heel erg klein, maar ja. Heel erg, het is niet klein, het is heel erg klein. Het is wel best een groot appartement volgens mij. Ja, maar heeft ze misschien aan drugs of iets gezeten, dat een hele moeilijke situatie is geweest en dat ze nu afgekikt is. Ja. Hey, Nick heeft wel een goede haarlijn, man. Ik ben echt jaloers. Ik heb nu een pet op, bij mij zie je het niet, maar in de vorige video's heb je het wel gezien. Dat is niet best. Maar dat komt ook gewoon, kijk, ik denk natuurlijk veel na aan het leven, want ik heb wel veel hersens. En daardoor krijg je natuurlijk stress van, en dan gaat je haarlijn, is niet goed. En hij heeft natuurlijk helemaal niks meer over te stressen, want hij heeft geen hersens. Dus ja, kijk, zo wordt het toch wel oneerlijk, hè. Dus als je nadenkt over het leven, wat belangrijk is, en mensen zoals Nick, als je daar mensen voor waarschuwt, nou, dan krijg je allemaal inhammen. En als je gewoon dat helemaal niet over na kan denken, dan heb je zo'n mooie haarlijn. Jongen, het leven is echt oneerlijk, man. Ik denk hier slaapt de moeder. Er staat een matras. Ik weet het. Er staat een matras, rechtop. Nee, zo, hier ligt een matras. Ja, er lag alleen een matras op de grond, dus niet, geen bedframe. Bedframe? Die komen toch best vaak gewoon gratis op Marktplaats? Of is dat niet zo? Ik dacht van wel, maar... Mevrouw, als u dit kijkt en u heeft nog geen bedframe, stuur mij even een berichtje, dan ga ik voor u een bedframe regelen. Dat is geen probleem. We wonen hier samen met onze... Baart... Badagam. IV. Dat is het beest. Zouden jullie haar deze week willen voeren en willen... Badderen. Ik heb verleden met verslavings- en psychische problematieken. Hiervan ben ik nu gelukkig clean en werk hard. Zeg dat Nick is echt heel hard aan het lezen. Ik denk van misschien kan ik zo ook nog een stukje voorlezen. Alleen hij heeft dus nooit geleerd te lezen. Ja. Hallo, ik ben Nick en ik hou niet van flats. Ik ga naar zelfhulpgroepen, maar neem 's avonds ook een momentje om een dankbaarheidslijstje te maken. Dat is belangrijk.
belangrijk. Ja, Nick, een dankbaarheidslijstje. Dat is super belangrijk inderdaad. In Delft zijn Nick en Zoe iets minder ruim bedeeld. Oh. 10, ik pak even 10, 30, 80, 85 euro. Met 3 mannen van een week. Dat is wel weinig. 85 euro voor 3 man voor een week. Ga je niet verliezen, dat is weinig geld. 7 euro per dag, Zoe, of 6. Hoe doe jij dat? 7 euro per dag. Kijk, er zijn 2 rekensommen die jij kan maken. Ze hebben dus 85 euro. En Nick zegt, dat is 7 euro per dag. Maar 7 keer 7 is 49 euro. Dus dat klopt niet. Maar ze zijn natuurlijk met z'n drieën. Dus dan heb je 7 keer 3 keer 7. Dan zijn natuurlijk met z'n drieën. Dus dat klopt. Dat is 21 keer 7. Is 147. Dus je hebt 49 euro, dat is zijn ene. En 147 is de ander. Dus bij de ene zit hij er 36 euro vanaf. En bij de andere 62 euro. Hoe maak je deze rekensom, Nick? Ik kan je niet eens verdedigen, want elk ding waar een klein beetje denkvermogen voor nodig is, doe je fout. 2 drankjes op het terras. 2 drankjes op het terras. Donderdag zelf op groep. En wacht vrijdag van Nicole op de koffie. Al vrijdag komt even gezellig Nicole op de koffie. Ik kan niet wachten dat Nicole op de koffie komt. Ik ben benieuwd of ze het goed kunnen vinden met Nick en met Zoe. Iemand die een bedframe te koop heeft of waar we dat van mogen hebben. Hoeft niet duur te zijn, hoeft niet heel luxe te zijn, maar ik zoek het voor iemand anders. Laat het me weten. Ze gaan dus ook een bedframe zoeken. Ik was te laat. Of ze hebben het niet gevonden, kan natuurlijk ook. In dat geval nog steeds het staat, ik regel een bedframe voor jullie. Een mooier bedframe dan Nick. Nee, maar goed bezig. Eerlijk is eerlijk. Goed bezig, help die mensen, want jullie kunnen het blijkbaar heel makkelijk missen en zij niet. Mee kunnen helpen, dat hun ook thuis komen en dat ze denken van, ik lig niet meer op de grond. Ja. Ja, dat ze ook denken van, ze willen ook iets voor ons doen. Ja. Maar waarom koop je het niet gewoon? Waarom vraag je het nou aan je volgers? Je kan toch gewoon een bedframe kopen? Of mag het, is dat niet het doel van het spel? Ze hebben zoveel geld, maar gaan ze volgers nu vragen of iemand een bedframe heeft? Die boiler van mij, of die boiler, die stopte met warm water geven. Oh, dus nee. Ja, ik had koud water. Dan heb je te lang gedoucht, Nick. Dan moet je korte douchen. Dat is het hele ding. Moet ook Baardagaan Yves... Wow, fuck hem met die kraan, man. Even serieus. Baardaap, gaat even lekker worden gewassen. Oh, yo, yo. Hey, Zoe, kom eens. Ik denk dat hij mij gaat aanvallen, namelijk. Dat denk ik ook. Hij is alleen voor scammers. Dit pak dat beest. Besteedt Nick liever uit aan zijn vriendin. Bro. Nee, ik doe dat echt niet, man. Ik doe dat echt niet. Ik pak dat beest niet. Ja, ik zit al zo te kijken. Heel goed. Heel goed, zegt hij ook. Kijk hem achteraan. Pak gewoon dat beest, man. Je ziet dat hij niks doet. Heel trots op jou dat je hem vast hebt gepakt. Ik zou het nog steeds niet doen. Ik kan niet tegen onvoorspelbaarheid. Hij kan niet tegen onvoorspelbaarheid, maar hij investeert al zijn geld in crypto. Geniaal. Oh my god. Oh, hallo, dat beest verdrinkt. Oh, nee, bro, dat beest verdrinkt. Oh my god, ik vind het zo eng. Ja, vriendjes worden met Yves is een groot woord. Maar ze hebben hem letterlijk in het water getiefd, toen er weer uitgehaald en toen gezegd, die is gewassen. Moeten Nick en Zoe weekboodschappen doen met slechts 35 euro? Een bedrag waarvan ze normaal gesproken 2 drankjes op het terras bestellen. Nee, dat hebben ze ook niet gezegd. Dat ging om die 7 euro. Het zijn niet 2 drankjes voor bij elkaar 35 euro. Dat is 17,50 per drankje. Die voice-over kan ook wel niet rekenen. Ben ik de enige die kan rekenen hier? Dus de chip gezegd. Wat is dit, man? Ik zit veel eiwitten. Ja, maar hoe duur is het? 2,96 euro. Ja, dat is niet veel. Ja, als we eroverheen gaan, dan gaat die eruit. Het lust geen melk. Oh, het lust geen melk, oké. Okay. Lust geen water. Nee, voor die drankje, ja, dat is niet duur. Dat kan niet. Verder kijken. Of denk jij dat wel kan? Hier, eentje, 1,59. Bro koopt een proteïnedrankje. Bro heeft 35 euro voor weekboodschappen, dus 7 dagen. Dus dat is 5 euro per dag. En die koopt dan voor 1,59 een proteïnedrankje. Dan breek echt mijn klomp. Ik drink alleen Spa Blauw, dat weet jij heel goed. Ja. Oh, wat een moeimaker, zegt deze vent. Oh, drink alleen Spa Blauw, dat weet je heel goed. Alsof het haar schuld is. Bro, je drinkt gewoon kraanwater, want je leeft zoals zij leven. Ik vind die lekker en er zit gewoon veel afvalstoffen in. Ik kan het niet aan, man. Nee, ik vind het echt niet leuk, man. Bro, koop 3 flessen Spa Blauw. Hij heeft 5 euro, koop 3 flessen Spa Blauw. Ik, ja.
Bro, noedels. Echt waar. Noedels. Van die yum-yum noedels. Daar zit niks in qua voedingsstoffen. Helemaal niks. Dat is het allerdomste wat je kan kopen. Dat is alleen maar zout. Bro, koop 3 flessen water en yum noedels. Poffertjes. Of zijn het piccolini's? Bro, ik... Ze hebben eieren. Wat de fuck komt die persoon hier voor? Oh, wow, laat maar even. Oh, nee, wat een faal. Ik dacht, diegene volgende koopt 40 van die bakken. Wat is het? Cookies of zo? Wat ik meestal doe, als ik ga afrekenen, dan zet ik dus mijn karretje, of mijn mandje aan deze kant. En leg je het, zodat het zeg maar die kant op kan gaan. Dus vandaar is, zeg maar, de cashier zit aan die kant. Zeg maar hier. Hier zit de cashier aan die kant. Maar zij leggen dus achter hun mandje. Hé? We hebben alles uitgerekend, maar het viel een beetje tegen op het laatste. Was minder dan verwacht. Nee, meer dan verwacht, ja. Dan halen wij 1 fles water eraf. Ja, als we eroverheen gingen, ging de tonijn weg. Ja, ik lust dat toch niet, dus... Oh, hij lust het niet. Wat een verrassing. Nick lust iets niet. Nee, want in tonijn zitten allemaal afvalstoffen. Dat is trouwens wel echt zo. Allemaal plastic en zo. Oké. Dus hij een vaag gezicht, joh. Een gratis bedframe op. Maar dat moet nog wel in elkaar worden gezet. Kijk, een gratis bedframe op. Die kant op, kom. Oh. Wat een gekreun hier, man. Wat een gekreun, alleen van hem. Alsof we een hele porno-scène opnemen. Alsof we een hele porno-scène opnemen, oké. Okay. Ja, juist. Dat is een leuke opmerking. Ik kan ze wel waarderen. Doe het even stap voor stap. Ja, ik denk logisch. Nou, ik hoef dat niet nodig te hebben. Ja. Oh, Nick heeft het niet nodig. Nick heeft het niet nodig. De gebruiksaanwijzing. Zo draaien, Nick. Nee. Ja. Het staat goed. Nee, laat alsjeblieft liggen. Laat liggen. Nick. Nee, jongen, het bed ligt goed. Nee, dat hoeft niet zo. Dat hoeft niet zo, sorry. Gezellig. Ze hebben het naar hun zin, zie ik. Laminaat gelegd, dat is precies hetzelfde effect. Oh. Hij heeft ook laminaat gelegd, hetzelfde als een bed. Hé, hey, kijk. Zo, ja. Nou, dat hebben jullie top gedaan, jongens. Echt goed. Meen ik serieus. Goed, man. Nou, hebben we leuk gedaan. Ja. Zijn die ooit niet gaf van merkkleding en nu wel met een off-white shirt? Zal een nep zijn dan. Ik ben er nog steeds bang voor. Je hebt hem wel opgepakt, hè? Dat is wel een... Maar hebben ze hier nou een week gezeten? Wat hebben ze die al die week gedaan dan? Dat heb ik niet gezien namelijk. Doei, Picky. Ja? Dat is een meisje. Ah, maakt niet uit, joh. Misschien is Nick dus best wel gewoon lachen. Alleen moet hij gewoon niet over dingen gaan praten waar hij geen verstand van heeft. Ach, kijk nou. Dag, meisje. En ja, we zijn er weer. Nou, hoppa. Pak gewoon op, hè. Oh, gelukkig zijn we thuis. Hoppa. Even naar het zwembadje. Nou, dames en heren, dat was hem dan. Nick op hij in Steenrijk straatarm. Wat hebben we geleerd? Hij vindt melk niet lekker, hij vindt water niet lekker en hij vindt tonijn niet lekker. Maar het allerergst, hij vindt spa wel lekker. Spa, ouwe. Ik hoop dat je dit video leuk vond. Vond je het leuk, zeg een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal, want we hebben bijna 700.000 abonnees. En hopelijk hoef ik nu nooit meer wat te zeggen over Nick. Behalve binnenkort als hij opgepakt wordt. Dat was wel een geinige video. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Zie jullie later. Doei!